Wat is los? Ja, ik was dus een ding in de keelschouw, ik heb een soepenkind voor, maar ik wist het gewoon. Ik ben eigenlijk incognito. Ja, dus... Ik ben een keersfruitje. Ja, ik had het niet dat kind. Serieus. Normaal ben ik niet zo serieus. Maar nu wel. Maar ik kan ook een andere kant van mij laten zien. Ja. En dat is de keersgedachte uitbrengen, de ambiance, de sfeer. En nou, dat doen wij. En dat gaan ze dadelijk doen, dan gaan ze nu gedichten voorlezen. Samen met Dori en Jeff Verheijden, ja. Die zingen heel schoen. En ik moeilijk erin met het versjes, ja. En met anekdotes, met kerstmis. En dat ben ik goed in. Zie ik je beter zingen, ik kan beter mullen. Dat weet je wel. Van serieus en van schoenliedjes. Kent ze een hele korte anekdote, zeg ik dat gewoon? Anekdote voor de kiekers toe, zeg. Ja, nou luister, we hebben het tamelijk druk nu voor de kerstmis, vooral bij ouwe lui. En wat mij ontroert aan, dat is dat lui in de zaal zitten, dat ontroert hun. Ze doen nog samen zang en dan kunnen ze metzingen. En ook van die ouwe liedjes, herkenning is dat. Hè. En dan zien ze de lui jenken van genot eigenlijk, van vreugde. Wie ze het vroeger toes hadden en hoe ze daar nu nog aan denken. En om die sfeer te brengen is toch prachtig? Dat is kerstmis. Vind je niet? Ja, vind ik wel, ja. Dus op alle gebieden zien we all round. Ja. Hè? En met liefde doen we dat. Anders liggen we het niet. Hè? Dat is snap je? Daar moet passie bij zitten, anders is het niet. Dat hè? Is ook, ja. Ja? Maar heb ze ook een schoene anekdote voor de lui? Ja, ik moet beginnen, zenig. Ja, zeg even heel kort tegen de kikkers. Ja, ik wens u ook nog mijn zure gezel, Jeff Verheijden, en een zalige kerstmis. En Erik, de geluidsman, die achter de knupjes staat, hoeven niet zonder kinderen. En met zijn vriendin Claudia. En Leo zit daarachter. Met zijn zussen, ik heb geen vergeten hoe geloof ik. Met zijn, Ashley Beiner. Met zijn zussen, doe van dat grapje. Nee, dat grapje. Het is serieus bedoeld, hè. En met liefde, zalige kerstmis en een gezond en gelukkig 2024. We houden van u. Ja, jij zei alles. Ik ben... Nee, ik was... Ja, ik stel een vraag. Oh ja. Zeg het aan. Oké, dat op, hè. Ja, jij zei al 16 jaar vrijwilligster bij de Oudere Sociëteit Belfort. Ja. Voorheen heb ik in een fursje gewerkt. Bij mijn zwager. Bij een zwagerfamilie. En toen ben ik overgegaan naar de SOES als vrijwilligster. Maar dat doet al 16 jaar. Ja. Ik heb hier wel eens zien komen, zien gewoon natuurlijk ook. Wat vind je van dat ze al zo lang bestonden? Geweldig, ja. Dat. En ik doe het ook met heel veel plezier. Met onze lessen ben ik nog gevallen, met mijn fietsen ben ik toch blijven werken en alles. Dus ik lag in de gips en ben ik toch blijven werken. Dus u hartelijk bij de ouderen? Ja, hartelijk bij de ouderen, ja. Ja, u bent hier ook vandaag bij de Oudere Sociëteit in Belfort. Hè. Wat vindt u ervan dat ze zoveel leuke dingen voor jullie organiseren? Heel erg leuk. Echt geweldig wat ze allemaal doen voor ons. Vooral de voorzitter en dingen. Ja, ze doen hun echt hun best. Ja, ja, vandaag hebben jullie een geweldige kerstviering met allemaal meezingliedjes. Hè? Ja, ja, van Duo XL. En ja, een koor komt nog van de Oudere Sociëteit zelf. Die treden dan ook nog strakjes voor ons op. Ja, ze doen altijd hele leuke dingen voor ons. Ja. Dus als er mensen nog thuis zitten die wat zeggen, joh, we bevelen ons zeker hier naartoe. Ja, kom maar hier naartoe. We hebben nog leden genoeg nodig. Ja. Oké, ja, super. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, nu is het Anja. Anja, die was bestuurslid, voorzitter, penningmeers, eigenlijk alles goed. Nou, ja, van de Oudere Sociëteit Belfort. Belfort, ja. Maar we zitten in Wolder, hè? We zitten in Wolder. We zitten voor de tijdelijkheid zitten voor een parochiehuis in Wolder. Omdat een locatie in Belfort afgebroken is afgelopen week. En de gemeente heet
deze locatie voor ons gezocht. En we hebben dus aangeboden, we moeten natuurlijk zelf wel de huur betalen, voor de tijdelijkheid in Wolder te komen. En ze hebben dus toch gezegd, zo van, nou, 2,5 jaar terug gewoon naar Belfort. Ja, super. Vandaag heb je een kerstviering, hè, met Duo XL en Jeff Verheyde eigenlijk. Hè? Ja. Ja, schitterend. Leuk, hè? Ja, dank u ook. Ja. Ja. Leuk. Hoeveel leden heb je eigenlijk? We hebben 140 leden. En we hebben iedere dag te doen voor de leden. Van maandag tot en met vrijdag. We beginnen op maandagmorgen met bewegen voor ouderen. En dan hebben we van 's middags om 2:30 hebben voor een middagkoor. Dan komen om 2:30 komen ze voor te biljarten en te kaarten. Even denken. Dinsdagmiddag is kaarten maken en schilderen. En biljarten en biljarten. Ja. En dan is de Jude Boelclub ook gij. Op woensdag is Enneker op de 14 door Kine. En dan op de donderdag hebben we voor biljarten, kaarten of gewoon samen testen koffie drinken. Hartstikke leuk. Kunnen jullie eigenlijk lid worden nu? Door binnen te lopen en zich aan te melden als lid. Ze zien van harte welkom. Dan even hebben we voor dan met de pauze, met de carnaval. Straks met carnaval hebben we voor samen met de carnavalsvereniging De Mammoeters. Hebben voor een hele gezellige middag. En dan wordt ook een prins of een prinses uitgeroepen van de oudere sociëteit. Dus genoeg te doen. Ja, hartstikke leuk. Ja. Je wilt geen oproep doen om misschien geen ouderen alleen wat metkieken? Ja. Als iemand interesse heeft om lid te worden van de oudere sociëteit, schroom niet, komende middag binnenlopen. En als je eenmaal binnen bent geweest, wilt je niet meer weggaan. Dat, iedereen vindt het hartstikke leuk. Dat zus wel allemaal binnen zit. Oh, die kwijt wat loos is in mijn streek.